Dag iedereen, ik ben Niels Cornelis, productmanager België. En in deze video neem ik jullie mee door de optimalisaties die we doorgevoerd hebben in de meetstaten en laat ik jullie een nieuwe functionaliteit zien, namelijk de prijsherziening en de prijsherzieningsformules. We merken dat de meetstaten en de bouwfunctionaliteit steeds meer en meer gebruikt wordt. Uw traditiegewijs zorgt dat er ook voor dat er meer wensen en optimalisatiepunten worden ingestuurd. Het is met die punten dat we aan de slag zijn gegaan om een aantal optimalisaties door te voeren in de meetstaten in Profit 16. De eerste optimalisaties die we doorgevoerd hebben, bevinden zich in de kop van die meetstaat. Zo is het vanaf nu mogelijk om de verkooprelatie te wijzigen in die kop. Die verkooprelatie stond natuurlijk al in die kop, maar die was niet aanpasbaar en dat was een stugge factor in het proces. Nu hebben we een soort van flexibiliteit ingebouwd als jij een vordering wilt gaan factureren. Stel, jij doet een opdracht voor de overheid en die overheid geeft aan dat een bepaalde vordering gefactureerd mag worden aan een stad of aan een gemeente, dan kan je in Profit 16 de verkooprelatie aanpassen in de kop, dan kan je de vordering boeken in de meetstaat en een factuurvoorstel genereren richting die specifieke verkooprelatie. Daarnaast hebben we ook de btw-plicht toegevoegd. Nu, die btw-plicht die is natuurlijk gekoppeld aan die verkooprelatie en die gaan we in eerste instantie ook ophalen uit die verkooprelatie. Maar ook hier hebben we voor flexibiliteit gekozen. Die btw-plicht blijft aanpasbaar, dus jullie hebben de mogelijkheid of de vrijheid om zelf te kiezen welke btw-plicht jullie willen gaan gebruiken op het moment dat jullie een factuurvoorstel gaan genereren. Dan hebben we nog een aantal zaken gedaan in de meetstaatregels en in de staart van de meetstaat. In de regels hebben we een aantal velden hernoemd en hebben we ook een aantal nieuwe velden gecreëerd. Zo hebben we het veld gefactureerd hernoemd naar voorgesteld. Dat hebben we gedaan omdat het vanuit de meetstaat niet meteen duidelijk was welke regels nu effectief voorgesteld waren en welke effectief vanuit dat voorstel ook gefactureerd waren. Daarnaast hebben we ook het veld te factureren omgebouwd naar het veld voor te stellen. Het is straks ook in dit veld dat je de voortgang gaat boeken en die zal ook de voortgang in die meetstaat gaan ophogen. Daarnaast hebben we nog nieuwe velden toegevoegd. Een van die nieuwe velden zijn gefactureerd en deze geeft inzicht in de factuurvoorstelregels die effectief gefactureerd zijn. Een tegenhanger daarvan zijn nieuwe velden in voorstel en deze geven inzicht in de factuurvoorstelregels die voorgesteld zijn geweest, maar nog niet gefactureerd. Dan een volledig nieuwe functionaliteit, namelijk de prijsherziening en de prijsherzieningsformules. Dat is een voorziening in de Belgische wetgeving en die is er gekomen omdat er tijd kan verschillen tussen het tekenen van een aanbesteding en een offerte en het uitvoeren van die opdracht. Nu, als er wat tijd verloopt, dan kan dat ook zorgen voor een prijsverschil in de lonen en in de materialen die je straks gaat gebruiken voor het uitvoeren van die opdracht. Om dat op te vangen, wordt er een herzieningsformule geformuleerd. De opdrachtgever zal die definiëren en meenemen in die offerte of die aanbesteding. En die herzieningsformule zal ervoor zorgen dat er een prijsherziening gebeurt op het moment dat je gaat factureren. In de bestekken 250 en 270 wordt een heel theoretische en moeilijke formule geformuleerd, maar in Profit is het veel gemakkelijker. Je moet een aantal variabelen gaan vastleggen, de formule doet de rest en berekent dus de prijsherziening op het moment dat jij gaat factureren. Een voorbeeld van de variabelen die we moeten gaan vastleggen, in eerste instantie de componenten, zoals bijvoorbeeld de lonen en de materialen die je gebruikt. Een wegingscoëfficiënt per component, die gaat eigenlijk aangeven hoe zwaar een bepaald component zal gaan doorwegen in die formule. De index of het prijsniveau bij het aangaan van het project of het begin van de werken. En een index of prijsniveau op het moment dat je gaat factureren. Ik laat het jullie graag even zien in Profit. Allereerst hebben we een nieuwe vrije tabel gemaakt. Dus hier algemeen inrichting vrije tabel vind je de tabel componenten prijsherziening. Deze vrije tabel leveren wij standaard uit met het component lonen. Daarnaast ben jij vrij om te kiezen welke component je hier nog toevoegt die je straks gaat nodig hebben voor je prijsherzieningsformules. Nu, naast de componenten moeten we ook de indexen gaan vastleggen. Via projecten, beheer, inrichting, dit is een nieuw menu-item, dat hebben we gemaakt om een aantal bestaande menu-items onder te verzamelen, vind je een volledig nieuw menu-item, namelijk indexprijsherziening. Hier zie je de verschillende indexen. Als je die opent, dan kom je in een matrix boekingslayout terecht. Daar ga je per jaar en periode de indexen van je verschillende componenten gaan toevoegen. Als je straks in die vrije tabel een nieuw component toevoegt, dan kan je die component ook gaan toevoegen in de boekingslayout die hier gebruikt wordt en kan je ook straks die indexen gaan vastleggen. We hebben nu de componenten vastgelegd, we hebben nu de indexen vastgelegd, dus het is tijd om de prijsherzieningsformule vast te leggen.
Deze wordt beschreven in de offerte of in de aanbesteding. Dus op het moment dat je je project kan gaan aanmaken, kan je ook die prijsherzieningsformule gaan overnemen. We gaan naar een project en daar hebben we een nieuw tabblad prijsherziening. Het is hier dat je de formule gaat gaan vastleggen. Opnieuw kom je in een boekingslayout terecht en hier ga je eigenlijk een parameter koppelen aan een component. Die component ga je een wegingscoëfficiënt geven en je gaat de index van dat component bij aanvang gaan vastleggen. We hebben hier ook wat controles ingebouwd. Zo is het niet mogelijk om een component dubbel te gebruiken of een parameter dubbel te gebruiken. En hebben we het ook zo gebouwd dat die wegingscoëfficiënt steeds 1 moet zijn. Daarnaast zie je ook dat die C niet gekoppeld kan worden aan een component. Dat is zo beschreven in die formule. En dat is omdat die C ervoor zorgt dat de wegingscoëfficiënt steeds gelijk zal zijn aan 1. We hebben nu de componenten, we hebben de indexen en we hebben de formule. Profit heeft dus eigenlijk alles binnen handbereik om straks een prijsherziening te gaan doorvoeren bij het genereren van een factuurvoorstel. Daarom neem ik jullie graag mee naar de meetstaten. Ik heb hier nu een meetstaat staan. En voor we even stilstaan bij die prijsherziening, zou ik even willen stilstaan bij de nieuwe velden die we toegevoegd hebben. In eerste instantie de verkooprelatie in de kop, die is nu aanpasbaar, en die btw-plicht die daarop reageert. In de regel zelf zie je dat hier die nieuwe voor te stellen velden zijn. Het is straks hier dat je de vordering op gaat boeken en eens die factuurvoorstel definitief wordt gemaakt, gaan deze velden terug naar nul en zal de voortgang opgeboekt worden. Daarnaast zie je nog de velden rond wat nu precies voorgesteld is geweest, wat daarvan precies gefactureerd is en wat daarvan nog in voorstel staat. In de staart van die meetstaat hebben we dan de totale daarvan, zoals het bedrag dat voorgesteld is geweest, het bedrag dat voor te stellen is, het bedrag dat in voorstel staat en het bedrag dat ook effectief gefactureerd is geweest. Dan komen we terug op de prijsherziening. Zoals je kan zien hebben we een vinkveld toegevoegd om aan te geven of je op deze regel een prijsherziening wil gaan doen en ook welke prijsherzieningsformule je wil gaan hanteren. Zoals ik al zei, het is mogelijk om meerdere formules per project te gaan vastleggen, maar als er maar één formule gekoppeld is in de eigenschappen van het project, dan zal Profit die ook automatisch gaan vullen. Ik maak een factuurvoorstel aan uit deze meetstaat. En ook hier zijn een aantal nieuwigheden. Zo zie je bijvoorbeeld het bedrag prijsherziening en ook de factor. Die factor is eigenlijk de uitkomst van je formule. Die gaan we vermenigvuldigen met de originele prijs per eenheid om tot een nieuwe of een herziene prijs per eenheid te komen. Daarnaast zie je hier in de kop ook nog de pijldatum prijsherziening. Deze gaat aangeven ten opzichte van welke maand de index moet opgehaald worden. In dit geval zal dat oktober zijn. Maar stel dat ik hier kies voor september, dan ga je ook zien dat Profit gaat herberekenen, de formule opnieuw bepaalt, de factor opnieuw bepaalt en zo de prijs per eenheid opnieuw bepaalt. Daarnaast leveren we ook standaard een vorderingsstaat uit met een prijsherzieningsformule. Ik laat jullie die graag even zien. Op het moment dat jij straks deze factuurvoorstel gaat mailen naar die verkooprelatie, dan komt er standaard dit uit. Dus hier zie je alle verschillende regels van de meetstaat. Je ziet de prijs per eenheid en ook de prijs per eenheid na herziening. Je ziet het totaalbedrag van de herziening en je ziet ook hoe de herzieningsformule is opgebouwd. Dit was het met betrekking tot de optimalisaties die we doorgevoerd hebben in de meetstaat. Het is nu veel duidelijker wat zich in welke fase van het proces bevindt. Je kan flexibeler omgaan met het factureren en je kan een prijsherziening voorzien. Bedankt voor het kijken en kijk ook zeker alle andere video's hier op deze website.